Een belangengroep behoudt Mungo Stafdorp voor Mungo heeft vanmorgen een protestmanifestatie gehouden. De Mungonezen zijn boos omdat ze hebben gehoord dat delen van het Suralco Stafdorp zijn uitgegeven aan niet-Mungonezen. Sifra Goudland was ter plekke en brengt u het volgende verslag. Kijkers, goeiedag. Wij staan nu op de kruising waar je gaat naar Mungo en naar Albina. De Mungonezen zijn boos. Ze hebben vernomen dat het oud-Suralco Stafdorp zal worden uitgegeven aan zij weten ook niet wie. En de bewoners zijn boos. Zoals je ziet hebben ze de weg achter mij gebarricadeerd. Niemand kan naar de stad en niemand van de stad uit kan ook richting Mungo gaan. Zij geven aan dat zolang zij geen gehoor krijgen vanuit de regering vanuit de stad, dat zij hun barricade niet opheffen. We gaan met een paar mensen praten om te vragen wat eigenlijk precies aan de hand is, zodat u ook meer weet dan wij ook weten. Kijkt u mee. Sao kiti fuyere, uku si vierde kata kasi el presidi di de foto man. En dan unu sasa sma de foto man sa se la presidi. En sao wani unu la president, ko nanga wama oplossing mega president ko direct me kuyere saip sa. En funa funa oplossing, a hier mudi sa pase tapo. Mi fir sari yere, mi fir sari fo. Di mi yere, mi no sa fini ma sam yere grofu, tak dengi ala staff dorop weg. Da mi no fene wan bun sani, wana jau goro, na jau kweki. En da buiten standen se efen ala den oso. Voor Stafdorp, want dat ben net als een hoofdplaats voor Mungo. Dan gaan alle luxe naar mooi sani. Dat is voor laatst een getras maar voor de pressie. Dat mijn ofene wan boon sani. Mijn vier sari, want een big is maar pina natural komen jari. Dat mijn vent ook heeft de achter klein kinderen of de bevenu of de osso. Abe sa boom. Mijn geboren ja en Stafdorp nou aan principe historisch om ik boom voor sani. Ulu export man, uang mek maru enu kotor uang sport district and staff dora beda lokasi engle pe ala samus be opo. Amu dia presi pe semua be kanggo da pe akomodasi training ala sampe set kongba. No yere tak akhir sa akhir sistem fa balet punu ko veranda. Fa kanga sport punu. A sport ego akterait ba uo open kongba ka. Ma no yere wa hertra situasi. Want wasita sulambat baka, wasita atletik ban baka, Uandu bumbur dan sport school uandu dapat tu, and dora standi sih no, dan lokasi no demoro. Volgens Marcel Pinas, een van de initiatiefnemers van de protestmanifestatie, zijn de bewoners erachter gekomen dat de uitgifte van het Suralco Stafdorp in een vergevorderde stadium is. Dat zullen de Mungonezen niet pikken. De bewoners zijn boos dat er niet met hen wordt gesproken over zaken die het Boksitstadje aangaan, benadrukt Pinas. Dan willen we voorkomen dat delen waar we werken wordt uitgegeven aan particulieren. Dus daar zijn we niet mee eens. Dus toen ik werd benaderd door andere mensen vanuit het gebied, andere organisaties, toen heb ik besloten om zeg maar, het proces te ondersteunen. En te beginnen met, want in principe wat er is ook gebeurd, als we zeg maar het nieuws goed volgen, hebben we ook kunnen realiseren dat toen men bezig was met het probleem van cultuurtuinen, was ook daarachter Stafdorp ook, dat het ook is uitgegeven. We hebben wel gehoord dat dat van Kul wordt teruggedraaid, maar dat van Stafdorp hebben we niet gehoord. Dus als initiatief, als zeg maar iemand uit het gebied werkend met organisatie, dan willen we voorkomen dat het zo ver komt dat zeg maar Stafdorp in handen komt van particulieren. Marcel Pinas, een van de initiatiefnemers van de protestmanifestatie die vanmorgen in Mungo is gehouden. Om hun boosheid kracht bij te zetten, hebben de bewoners de weg naar Mungo en Albina gebarricadeerd met auto's.